Goedendag, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl Op deze satellietfoto kunnen we goed zien dat een groot deel van het land heeft te maken met bewolking. En uit die bewolking valt zeker in Limburg nog steeds wat regen. Verder trekken een aantal buien vanaf de Noordzee het land in. Naarmate ze verder landinwaarts komen, nemen ze wel een activiteit af. In de loop van de dag gaat vanuit het noordwesten de zon wat vaker schijnen, alleen in Limburg blijft het bewolkt met nog steeds daar wat regen. Het wordt 5 tot 7 graden bij een matige aan zee nog altijd krachtige wind uit het zuidwesten tot westen. Windkracht 3 tot 5. Vanavond gaat het verder opklaren, uiteindelijk wordt het ook droog in het zuiden. Overwege de avond is het afgekoeld tot een graad of 3. En de komende nacht komt het kwik dicht bij 0 en dan kan het ook glad worden lokaal. Morgenochtend dus even rekening mee houden, maar de rest van de dag hebben we opnieuw zonnige periode en blijft het op de meeste plaatsen droog, hoogheid bij zee dat een enkele bui voorkomt. In de loop van de dag gaat de zuidwestenwind wel toenemen. Maandag en dinsdag en woensdag hebben we opnieuw wisselvallig weer. Zeker op de maandag is ook nog wel ruimte voor zon, maar dinsdag en woensdag zullen wolkenvelden het weerbeeld grotendeels gaan bepalen en dan kan het ook flink regenen. In de loop van de week gaat de middagtemperatuur weer omhoog naar een graad of 10 op woensdag. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl